Er waren vroeger competities, nog steeds trouwens, maar toen ik sprong mocht je soms uh, tijdens de wedstrijd zelf, dus tijdens dat je uh, klaar stond voor, voor je sprong, uh, mocht je soms uh, of mocht je een nummer aanvragen en dan, uh, ja, dan vroeg ik Stefas de Rolling Stones. Uh, een aan... nummer dat dan door de, door de stadion-PA uh, werd, werd ja, gespeeld? Ja, klopt. Je ah, hebt okay. zo van die echte hoogspringcompetities waar alleen aan hoogspringen wordt gedaan. En ja. dan uh, kon je je eigen nummer aanvragen en elke atleet had zo zijn eigen nummer. Geweldig. En dan stond je klaar uh, aan de start en dan. Uh, ja, dan Vond ik het geweldig om start Me op te horen van, uh, van de Rolling Stones. Dat gaf mij gewoon heel veel energie. En je voelde ook uh, de mensen uh, rondom uh, de piste of rondom uh, de hoogspringstand. Ja, die, uh, ja, die, die kregen er ook energie van. En uh, ja, als mensen rondom mij energie um, krijgen en geven, dan uh, ga ik hoger springen. Ja, absoluut. Dat is besmettelijk. ik ja. heb echt heel hoog gesprongen, onder andere door de Rolling Stones.